Ja, wie ben ik? Goeie vraag. Afgelopen 10 jaar, ik woon nu 10 jaar in Mongoolse Jurt en in die 10 jaar heb ik een heel nieuw leven ben ik ingeslagen. Niet gepland of zo, maar het is gewoon gebeurd. En, de eerste 5 jaar waren heel enthousiast en wauw, wat gaaf. En een hele wereld voor me open. Nu de afgelopen 5 jaar ben ik eigenlijk in een soort proces gekomen. Toch wel best wel een grote rugzak op mijn rug met oude kindpijnen. En ook dat plan je niet, maar daar heb ik heel veel, toch mijn rugzakje wel een stukje geleegd. En ik kom nu weer in een periode die lichter voelt. Ik merk dat de afgelopen jaar land ik steeds meer in mezelf en voel ik me steeds beter. Ik heb nu, 2 maanden geleden ben ik naar Amerika geweest voor een hele heftige workshop en retraite. Ik zou bijna zeggen de kern is van hoeveel hou je echt van jezelf. En we zijn hebben dat ontdekt door te vasten. En eten is ook wel een van de dingen van, hoe moet je dat zeggen? Ik heb gemerkt, als je niet van jezelf houdt, dan zoek je vaak je prikkels buiten je. Je goed voelen heb je dan nodig via je relatie of via drank of maakt niet uit. En in deze retraite was je helemaal op jezelf en je kon je ook niet meer met eten goed gaan voelen. En heel bijzonder. Ik ben 15 kilo afgevallen, dus ik ben heel mager geworden. Ik vond het zelfs ook niet echt mooi. Ik denk, wat zie ik eruit. Maar deze retraite en daarna dan ben ik nog bij de Hopi Indianen geweest. Ik ben echt beter in mezelf geland. En dat merk ik nu ook in die periode erna. Ik heb er heel veel zin in dingen te ondernemen. En ik merk dat mijn zelfliefde echt is toegenomen. Dat voel ik. En ook dat heb je niet in de hand. Je kan het allemaal niet plannen. Het overkomt je gewoon. Het gebeurt. En er zit zeker wel een stuk mindset, merk ik, op. Van waar kies ik voor? Kies ik voor het mooie of kies ik voor... Dus daar zit zeker wel keuze in, maar je hebt het ook niet in de hand. En niet helemaal. En er zitten heel veel onbewuste processen en overtuigingen die je sturen. En die bewustwording daarvan, dat heeft tijd nodig. En daarvoor moet je ook soms met je billen bloot. En dat is een beetje in een nutshell wie ik ben. Ik voel me dus de laatste tijd heel goed en tegelijkertijd, ik voel heel veel. En dat ook dingen van waar ik vroeger dan echt helemaal van in de put zou raken. En nu kan ik veel meer accepteren wat ik voel. En ook gewoon nu die onzekerheid die ik voel van, straks komt er niemand dit weekend. En vroeger zou ik dan gedacht, wat een loser ben ik, niemand ik ben niet goed genoeg. En nu denk ik, ik word alleen al blij van het weekend. Weet je wel, van de gedachte eraan. En ook als er niemand komt, dan is het ook goed, want ik weet dat het gewoon goed is. En wil ik iedereen zeggen, je bent gewoon goed. Je bent al goed zoals je bent. Ook al mislukken er van allerlei dingen, want dat mislukken is helemaal geen mislukken, maar goed. Dus een stukje over mezelf. En kom lekker naar dit weekend. We gaan het...
Als je het eng vindt, het is ook, we gaan het op een lieve, veilige manier doen. Dus het is niet dat doen we even. Het is ook je kwetsbaarheid tonen en dat mag er zijn en dat gaan we ook, ja, eren zou ik bijna willen zeggen. Dus ook als je iets eng vindt, dan is dat helemaal oké. Dat mag er ook zijn. Alles mag er zijn in dit weekend. Nou, namaste. Ik zie jullie. Hoi.